Voor die kijkers die het nog niet weten, wat is je laatste single? Als een hemel zonder sterrenlicht. En wat is dat voor single? Het is een Jan Bellet, een oud nummer van El Martino. Blues Penny's Huis hebben we dan met een ander tintje gemaakt. Een beetje boeginachtig, maar gewoon heel leuk. Op de John de Bever manier, denk ik. Ik heb vorig jaar mijn album, ik heb Maling aan wat mensen zeggen, uitgebracht. En aankomend maart april komt mijn nieuwe album weer uit, ja. Dus begin volgend jaar? Ja, maart april is je weer klaar. Het laatste album was wel een heel sterk album. Was gevarieerd met vlot en langzaam. En ik denk dat ik daar mijn eigen maar bij hou. Dus er komen ballads op te staan en vlotte nummers en feestmuziek. En die kunnen jullie allemaal zien op TV Oranje. Maar je gaat wel weer overal clips van maken? Ja, tuurlijk. De laatste album zat ook een DVD bij. Dus dat gaat nou ook gebeuren met het nieuwe album weer, ja. Wat doet Buma voor Nederlandstalige artiesten? Dat is heel belangrijk. Dat er die zijn. Voor mij belangrijker dat TV Oranje er is en al die nationale zenders. Ja, de mensen kunnen zien, want de mensen moeten natuurlijk wel zien dat er zangers zijn. En het voordeel van TV Oranje is wel dat ze iedereen uitzenden. Dus iedereen heeft een eerlijke kans. Dat vind ik wel knap. Je bent toch ooit eens een keer uitgeroepen als beste zaalvoetballer? Dus dan is misschien nou zo'n Eurovra wordt ook wel leuk. Weet je wat het is? Ik vind het wel blij dat ik in alle nationale hitlijsten sta en dat ik gedraaid word. Allerlei zenders. En dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste als zanger. Want dan leren de mensen toch John de Bever steeds beter kennen met zijn muziek. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.